Welkom bij Regio TV aan tafel. Er is de laatste tijd veel commotie ontstaan rondom Assawini. En dan weet u waarschijnlijk wel waar het over gaat. Het is een mensenrechtenactiviste die eigenlijk om onverklaarbare redenen ineens het land uitgezet is. Het wordt tijd om achter de waarheid te komen. Dit en meer in deze aflevering van Regio TV aan tafel, Suriname. Rigita Edenburg werd geboren op 15 augustus 1973 in Brokopondo. Haar familie nam haar mee naar Nederland, maar in september 2012 vestigde zij zich met haar gezin legaal in Suriname met een verblijfsvergunning van de Surinaamse overheid. Ze maakte hier naam als mensenrechtenactiviste. Ze liet van zich horen met protesten tegen grondrechten schendingen en milieuvervuiling in het gebied van de Saamaka. Edenburg is betrokken bij het Volkstribunaal Tribale Volken Suriname, dat is ingesteld door Rangmang Albert Aiboikoini. De jurist Frank King zegt dat dit tribunaal recht van bestaan heeft op grond van het internationaal recht en het vredesverdrag van 1762. Begin dit jaar kwam haar leven in een turbulente stroomversnelling terecht. Er waren aanwijzingen dat goudbedrijven met het levensgevaarlijke cyanide werkten. Haar verzet tegen het gebruik van cyanide maakte dat zij door delen van de Surinaamse overheid werd bestempeld als terroriste. Zij zou een ernstig gevaar vormen voor de nationale veiligheid en zou inbreuk hebben gemaakt op de openbare orde en rust. Vervolgens werd zij het land uitgezet op een wijze die zo opmerkelijk was dat de verantwoordelijke minister daarvoor op de vingers werd getikt. Assawini, een bijzonder hartelijk welkom. Nog even over de naam. Ja, dank u wel, meneer Tom, voor de uitnodiging. Ik groet alle kijkers van Regio TV over de hele wereld. De naam Assawini. Assawini betekent letterlijk in het Saamaka. Je zult winnen. Het is een Saamaka-woord. Ja. Ja. En je zult winnen, maar dat staat nog even te bezien natuurlijk, hè, op dit moment. Ja, je moet zeker een strijd voeren, hè? Ja. En volharden in de strijd. En ja, dat hebben wij ons ook voorgenomen, ja. Om te volharden. Nog even in het kort, ja. Want iedereen vraagt het zich af. Wat is er eigenlijk gebeurd? Nou, om te beginnen zo, wat er is gebeurd. Ik zal u vertellen, het is namelijk zo... Het is begonnen eigenlijk in 28 juli, dat was 2019. Toen werd er een jongeman doodgeschoten in het goudmijn van Rosebel, de Nieuw Koffiekamp. Ja. Door de Surinaamse politie, dus de Surinaamse autoriteit. En het nieuwsbericht rondom dat heeft mij behoorlijk getroffen. Dat ik zoiets heb van, ik moet onderzoek gaan doen van... hoe komt het dat deze mensen, kijk, hun grond is zo vindingsrijk, maar je ziet het niet terug weerspiegelen bij de bevolking. Wat je ziet is alleen maar narigheid. Ze worden doodgeschoten, ze worden niet gerespecteerd. Er is zoveel, ja, zoveel situatie eromheen dat het heel erg triest is. En dat heeft gemaakt dat ik een zoektocht ben begonnen in 2019. Om te gaan kijken van wat zijn onze rechten. Dus aan de hand daarvan ben ik gaan stuiten. Zeg van, hé, de Saramakaners, wij hebben internationale recht op ons grondgebied dat al reeds erkend is. Ja. Maar het wordt niet gewaardeerd en nageleefd. En zo ben ik dan eigenlijk begonnen met mijn onderzoek. Dat klopt. En wij hebben ermee te maken gekregen op het moment dat er in één keer je werd neergezet als een gevaarlijke terroriste. Nou, je zit zo tegenover mij. Ik heb daar een iets wat ander gevoel bij, maar ja. Ik weet niet of u nog geheime wapens bij u heeft. Maar ben je zo gevaarlijk? Nou, dat wat men neerzet klopt niet, want ik ben helemaal geen terrorist. Wat ik doe is de rechten. Kijk, ik zal u een simpel voorbeeld geven. Het is net als jij een... kijk, je hebt dus de grond waarbij je alles netjes hebt beplant. En het oosten moet eruit komen. Iemand anders ziet hoe goed jij het hebt beplant. En dan komt degene, zonder met jou te overleggen, zonder met jou te praten. Die komt al jouw gewassen oosten, die neemt het mee. Die geeft jou geen enkele deel, net alsof je helemaal geen recht hebt. En dat is het feit dat hetgeen dat wij hebben, wij komen op van luister,
Wij hebben rechten op het grondgebied. Het enige wat wij u vragen is, respecteer de rechten die reeds zijn erkend. Het zijn geen rechten die nieuw zijn uitgevonden. Het zijn rechten van zeker 400 jaar oud, 400 jaren. Ja. En die rechten, voor die rechten komen we op. En de Surinaamse overheid, blijkbaar is men daar niet blij mee, plaatst men mij in een heel andere daglicht, wat ik dan absoluut niet ben. Want ja, wij komen op voor de rechten. En ik werk niet gewoon uit het hoofd of doe ik iets zomaar. Nee. Al de activiteiten die ik heb gepleegd, of tenminste met het team, want ik zal u zo moeten vertellen, ik behoor tot medewerker van het kabinet van Grandma Albert Aboikoni. En ik ben ook medewerker van het Volkstribunaal. Al de activiteiten die we hebben neergezet in het Samaka grondgebied, het zijn rechten die zijn opgenomen in het Samaka vonnis, in het universele verklaring bij de VN, bij OAS. OAS is het Inter-Amerikaans gerechtshof. Maar de discussie daaromtrent is natuurlijk dat is algemeen bekend, trouwens al eerder aan deze tafel ook besproken, ja. Dat de internationale rechten, ja, die kunnen wel internationaal erkend zijn, maar die zullen toch eigenlijk gerespecteerd moeten worden door de Surinaamse regering. Klopt. En als dat niet gebeurt, hè, er is in Suriname een hele discussie ook over grondrechten in zijn totaliteit. Ja. Ja, de vraag is natuurlijk van hoe claim je je recht? Ja, nou het is namelijk zo, ik zal u vertellen, dat was in 2022, januari 2022, 20 januari tot met 24 januari, heeft de Surinaamse overheid een consultatie gedaan te Assidonghopo met het conceptwet grondrechten. En ik had reeds al mijn onderzoek gedaan en ontdekt. Dus ik was dan ook naar Assidonghopo uitgenodigd. En ik ben daar naartoe geweest met de Grandma. En wat blijkt, dus de rechten van ons die zijn opgenomen in het Samaka vonnis. En wat het vredesverdrag zegt en ook vanuit OAS. Dat het conceptwet wat zij hebben gepresenteerd, dat het niet in lijn staat met al deze internationale al deze internationale rechten van tribale inheemse. En in bijzijn van de Surinaamse delegatie, dus het parlement, en het Samaka-gemeenschap, heb ik ze dan duidelijk gemaakt van luister, dit is niet in lijn met wat jullie presenteren aan de Samaka-gemeenschap wat hun rechten zijn. Want dit geeft mij ook een beeld aan van het weigeren om het niet te willen respecteren en dan de rechten van tafel af te vegen. En dan komt men met een conceptwet, wat eigenlijk niet de complete rechten zijn van de tribale en inheemse in Suriname. Maar is het ook zo dat de kennis, hoe heet dat, van de totale wetgeving, die moet natuurlijk ook bij de Surinaamse regering er latent aanwezig zijn om ook een dergelijk wetsvoorstel zo op te stellen dat het iedereen zijn goed recht is. Ja, maar ik denk dat het iets wat is dat heel moeilijk is, meneer Tom. De rechten zijn al internationaal erkend opgenomen. Het is puur het kwestie van het uitvoeren. Uitvoeren, ja. Nou, je bent eigenlijk van origine ook Nederlands, hè? Nationaliteit. Ja, maar ik Nederlandse denk nationaliteit. Nou, laat ik het zo zeggen. Oké, okay. Maar dan vraag ik me af. Hoe hebben mensenrechtenorganisaties het voor jou opgenomen? Want ik kan me indenken dat je als Nederlandse staatsburger of met de Nederlandse nationaliteit, dat ook mensenrechtenorganisaties zich wel gemeld hebben bij jou om je te ondersteunen. Ja, zeker. Ja, ja, Amnesty International, de OAS, iedereen heeft zich, want het is ook een behoorlijke diplomatieke breuk geweest ook, hè, in dit geheel, het uitzettingsproces van mij. Ook de Nederlandse ambassadeur, u had hem ook gevolgd in het nieuws. De Nederlandse ambassade, die hebben ook behoorlijk daarin hun ondersteuning gegeven. De Gramang van het Samaka grondgebied, die had ook een schrijven gericht naar de Nederlandse ambassade. En ze hebben echt gehoor aangegeven. Mm. Ik werd eigenlijk internationaal gecontacteerd. En dat men dat situatie heel erg vindt en dat het een onderzoek waard is. Ja. Ja. Los van het onderzoek. Het onderzoek gaat over de persoon. En de persoon in dit geval is de brenger van de boodschap. En die krijgt meestal de klappen. Maar de vraag is, wat zou je willen veranderen? Of wat moet er absoluut veranderen? Nou, wat er eigenlijk moet veranderen. Vooral, ik bedoel qua de Surinaamse situatie. Ik zal het zo vertellen.
wat ik merk en wat er veranderd moet worden. Ik heb heel veel respect en bewondering voor de mensen in het binnenland. De harmonie die ze hebben met de natuur, de manier hoe zij leven met de natuur. Wat er moet veranderen. Ik denk de mensen moeten, of dus over de hele wereld, dat ze juist deze mensen moeten gaan respecteren. En omarmen, koesteren voor de kennis en de kunde die ze hebben, hoe zij in harmonie leven met de natuur. Mm-hmm. En wij merken dat de Surinaamse overheid daarin behoorlijk tekort schiet. Daardoor denk ik dat er toch een open dialoog moet komen. Dus met vertegenwoordigers vanuit, weet je, bepaald zelf door de inheemse tribalen aangedragen. En met de Surinaamse overheid en natuurlijk met stakeholders. En dat er duidelijk erkend moet worden dat er fouten zijn gemaakt. Zodat wij over kunnen gaan tot het stukje herstel. En dat er ook letterlijk de ruimte wordt gegeven aan inheemse tribalen. Dus dat zij het leidende draad zijn en dat zij hun input kunnen werven op basis van die FPIC-proces. Ja, maar ik denk dat dat echt sowieso moet veranderen. Dan zijn we echt een behoorlijke stap verder. Dat klopt, maar we zitten, als je de positie van de inheemse bekijkt, dan zitten ze eigenlijk in een verdringingsmarkt. Dat wat ook in Peking Saron dan gebeurd is, klopt, heeft duidelijk te maken met mensen die zich in hun bestaansrecht bedreigd voelen. Een bedreigd worden. Ja, en dan is het wel heel zuur. Dat je dan zelf, als je het opneemt voor een bevolkingsgroep, dat dan jezelf als terrorist wordt neergezet. Ik heb nog steeds het gevoel niet dat ik hier met een gevaarlijke terrorist zit. Ik ben helemaal geen terrorist. Nee. Iemand die opkomt voor zijn rechten, ja, op basis van internationale jurisdicties die zij erkennen, ben ik dan een terrorist? Nee. Wat mij betreft niet. Maar ik ben voor niemand terrorist. Ik denk omdat misschien komt het door het feit dat mijn onderzoek en de awareness wat ik de mensen geef, dat misschien voor de Surinaamse overheid dan een bedreiging is. Hmm. Maar niet voor de rechten van ons en niet voor mijn persoon, want ik ben absoluut geen terrorist. Nou bent u terug. Maar het is toch ieder mens recht om op te komen voor je rechten? Nou, absoluut. En ik denk dat het ook belangrijk is dat de inheemse, ook is dat vorige week hier aan tafel nog besproken, dat het belangrijk is dat je mensen ook de gelegenheid geeft om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Precies. Nog even terug op het cyanideverhaal. Dat is natuurlijk ook een dramatische ontwikkeling wat eigenlijk ingegeven wordt door het goud winnen en ook het illegaal goud winnen. Dat is eigenlijk min of meer het punt geweest waarop de discussie is ontstaan, ook naar jou toe. Klopt. Eigenlijk is dat een gelegenheid, laat me het zo zeggen, dat is aangegrepen. Maar, want als ik kijk naar wat er eigenlijk mijn is verteld vanuit betrouwbare bronnen, is het namelijk zo, het is reeds begonnen op 17 februari, was er een protest in Paramaribo. En de aanklager van het Volkstribunaal heeft de president aangeschreven en gevraagd, hem opgeroepen om dan te komen voor, weet je wel, om hem verder te ondervragen over de schade van de mensenrechten die zijn geschonden tijdens die protestmars. Want u moet nagaan, Suriname bestaat uit verschillende etnische groeperingen, inheemse tribalen waren ook bij betrokken. En op basis daarvan, in plaats dat hij verscheen, heeft hij, zonder mij wetens om, heeft hij mij een verblijfsvergunning ingetrokken. Ja. En daarom stond er dat mijn verblijfsvergunning reeds 20 februari is ingetrokken. Dat klopt en dat is pas later geëffectueerd. Precies. Nou, tot slot, in Nederland nu, hè? Ja. Dat is ook wel weer leuk, want nu kunnen we met elkaar praten. Precies, dat klopt. De vraag is dan, wanneer ga je terug? Nou, we zijn bezig met natuurlijk het juridisch gedeelte, want de uitzetting van mij is niet terecht. Want ik behoor tot de volgende rechterlijke entiteit, waaronder de tribale inheemse. Degene die de enige persoon die het recht heeft om mij het land uit te zetten, want ik behoor tot het Samaka grondgebied, is de Gramang Albert Aboikoni. En die is het dan niet meer? Nee, precies. Dus, okay. Tot slot, is het toch nog wel even leuk om tegen wil en dank even in Nederland te zijn? Ja, toch wel. Is het leuk om in Nederland te zijn. Moet ik eerlijk zijn? Ik denk, het is ook een opportunity om dan in Nederland te zijn. Kijk, ik denk ook dat de hele wereld ook het verhaal, want ze zullen het ook zien via de media,
dat er ook de ruimte is dat je dan echt je verhaal rustig kan vertellen zonder om je bedreigd te voelen, ja, of zonder dat je aangevallen wordt. Dus ik ben blij dat ik in Nederland ben. En wanneer gaat u terug? Nou, zodra je alles op zijn plaats is. Goed. En, dan van nu af aan mag het heel duidelijk zijn dat het woord terroriste... Dat past helemaal niet bij mij. Ik denk dat we gewoon keurig moeten zeggen mensenrechtenactivisten. Klopt. En een rechtvaardige mensenrechtenactiviste die streeft voor recht en waarheid. Kijk, ja, blij met u gesproken te hebben. En, dank u wel. Ik wens u heel veel sterkte met een loffelijk streven. Dank u wel, meneer Tom. Ja, u ook hartelijk dank. Graag gedaan. Voor al die mensen die duidelijkheid wilden hebben, we praten hier niet over een terroriste, maar we praten hier over een mensenrechtenactiviste. En als u het hele verhaal nog een keer na wil zien, dan kunt u dat doen op onze website. Dat is www.regiotvaantafel.nl. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.